Jesaja 60, vers 1 tot en met 3, die zegt: sta op, schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde, in donker de natie, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door jouw glans van je schijnsel. Amen. Als je deze Bijbeltekst, als je dat zo ziet, hè, dan weet je ook dat er ook iemand was in de Bijbel. Hij werd ook als koning door de luister en door zijn verschijning, wie hij was, geïnspireerd. En wie zal het geweest zijn? Denk daar eens over na. Hij is een favoriet van mij. Ik hou van Jozef. Jozef, ah, amen. De koning van de farao, de koning, werd geïnspireerd door Jozef. Kijk, Jozef was een jonge man. Hij liet zich niet regeren door zijn situatie, maar hij liet zich regeren door koning Jezus in zijn dagelijks leven. Als Jozef in een doemscenario was geweest, dan had hij nooit te nimmer zijn positie die God hem wil geven behaald. Amen? Ja. Vandaag gaan we het hebben over doemscenario's. Er wordt heel veel gepiekerd tegenwoordig over de toekomst. Toch? Als je iemand zou vragen op straat, van wat denk jij over de toekomst? Wat zullen ze zeggen, Annie? Wat denk je? Wat denk je? Dorothea, als je mensen vraagt hoe is het met de toekomst, dan denk je slecht. Hoe de toekomst zal zijn. Slecht, juist. Ja. Dan praten ze over een crisis. Dan praten ze daarover, ja. Toch? Ja. Want kijk, zij laten zich door situaties laten ze zich leiden. Ja, ze gaan piekeren. En ze gaan op dat moment zo piekeren dat ze eigenlijk helemaal hun geloof gaan verliezen. Als, kijk, Dorothea, die zei wel eens tegen met een grapje. Er was een man en die zat op een gegeven moment op een hoog gebouw. En er was er een andere man die zegt, oh, ik help hem wel. En die twee die gingen een half uurtje naast elkaar zitten en praten met elkaar. En in plaats van dat één sprong is allebei. Gezellig. Ja, en waarom komt dat? Omdat deze persoon was een piekeraar. Hij piekerde. Kijk, mensen die zich vervelen, gaan ook zich piekeren. Toch? Het gaat om angst of onzekerheid over situaties waarin je te delen kunt voorbereiden. Niet elke situatie heb je in je hand, hè, en onder controle. Niet altijd. Maar moeten we dat hebben? Nee. Als je probeert de situaties in de hand te hebben en onder controle, ga je leven in een kramp. Want je weet nooit precies hoe het morgen gaat. Maar daarom zegt de Bijbel ook, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want elke dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft zijn eigen troubles. Maar vandaag is vandaag. En laten we vandaag leven tot eer van koning Jezus in alles wat we doen. Ja? We hebben heel veel angst en onzekerheid hebben wij vaak in ons leven. We willen vaak de toekomst proberen te controleren. We proberen op een gegeven moment te kijken hoe kunnen wij de situaties voorbereiden. Maar er valt niks voor te bereiden. En je zal zien dat jouw gepieker er niet toe doet dat er iets verandert.
Hoe herken jij jezelf in een piekerpatroon? Hoe doe je dat? Wat gebeurt er dan? Deborah, je zit al te lachen. Je gaat piekeren? Ja, je kan niet slapen. Je richt je helemaal op het negatieve. Dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Ja. Je zakt als waar helemaal weg in die spiraal. Je zakt als eigenlijk een plumpudding eigenlijk in elkaar. Ja. Ken je dat ook, Henk? Piekeren? Denken? Van hoe zou het mogelijk kunnen zijn? Hoe zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen? Ja? We gaan naar de volgende. Piekeren is vaak een onbewuste gewoonte. Het is onbewust dat je gaat piekeren. Ja, dat gaat automatisch, gaat dat. Een automatisme. Nou, hoeveel gedachten heb jij, denk jij, per dag? Helemaal. Oh, ja, ik heb het al. Hoeveel zouden het zijn, denk je? Daar ga ik niet over nadenken, want dan ga ik piekeren. Dan ga je piekeren. 150.000. 150.000? 80.000. Je gaat er toch niet over nadenken, dan ga je piekeren. 80.000 gedachten die je gaat hebben. Die 80.000 in nu. Kijk, er zijn mensen die piekeren vaak. En het is vaak een onbewuste gewoonte. Hè, en we moeten dat zien eigenlijk te stoppen. Maar toch zijn we allemaal door wat er door je hoofd heen gaat. Hè, dat komt door het vele denken. Het automatisme, hè? Automatisch gaan we piekeren. Ja, ken je dat bij jezelf? Ik wel. Ik heb het wel in mijn leven gehad. Ja, als je kijkt naar heel veel ondernemers vandaag aan de dag, die zitten te piekeren van hoe kan ik mijn onderneming beter krijgen. Ja, piekeren van, mijn auto is kapot. Hoe zal ik een andere auto kunnen krijgen? We hadden ook van de week hadden wij ook een trappel met onze auto. Nou, dan is er twee dingen kun je doen. Je kan blijven piekeren en je gaat die auto niet maken. Of je gaat niet piekeren en je gaat het doen. Wat denk je wat beter is? Niet piekeren, maar doen. Is dat zeker? Ja, 100%. Ja, maar stel je voor, ik heb geen geld. Dan moet ik piekeren dat ik geld zie te krijgen. Dan gaan we het om de piekeren en om de piek. Ja, maar zie je hoe snel iets kan gebeuren in je dagelijks leven? Ja? Ja, we blijven daar meestal bij piekeren. Hè? We blijven meestal vastzitten. Kijk, mensen die piekeren hebben vaak een stem die innerlijk is, die heel erg krachtig is. Die stem, dat is eigenlijk een stem van boze. Daar kom ik straks nog een beetje op terug. Maar je moet voorstellen, die stem, je herkent het wel bij jezelf. Je maakt je zorgen. Hij wordt al harder, gaat die stem. Ja, maar hoe denk je dit te kunnen oplossen? Hoe denk je dat te kunnen oplossen? Hè? Betalen? Bijvoorbeeld mensen die geldnood hebben. Hè? Een tijd geleden een directeur van een bank. En die had geldnood. Ja. Is hij maar op een gegeven moment heeft hij zichzelf maar vakant gemaakt. Oh. Ik denk dat deze man gewoon te veel heeft gepiekerd. Te veel zorgen. Waardoor deze man op dat moment de volgende dag niet meer aankomt. Maar ik denk dat de Bijbel zegt, leg al je bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Halleluja. Hij zorgt voor morgen, voor de volgende dag. Ja? Amen? We gaan door naar de volgende. Iedereen kent het wel, dat vervelende stemmetje. Dat innerlijk gesprek dat je steeds opnieuw aanklaagt. Ja, dat stemmetje dat zegt elke keer af en toe in je hoofd zit. Bijvoorbeeld, hoe heb je zo stom kunnen zijn? Hoe heb je zo stom kunnen zijn? Had je dat niet anders kunnen doen? Ja? Bijvoorbeeld.
veel beter als hem, als ik. Dat stelletje. Of, ja, hij is veel intelligenter als ik. Dat stemmetje van nou, hij zal wel kunnen stoppen met roken, maar zij... Het stemmetje wat zo negatief is, vaak naar een ander toe, maar ook eigenlijk dan naar onszelf toe. Maar ik geloof erin dat we die stemmen moeten stoppen in de naam van Jezus. En dat we ons niet opnieuw laten aanklagen. We moeten afrekenen met de aanklager. Het maakt jou angstig, het maakt jou onzeker. Kijk, Erna bijvoorbeeld, die heeft vanaf januari, heeft zij gezegd, ik ga het anders doen, ik laat mij niet meer knechten door het stemmetje. Ik ga de strijd ga ik aan met die negatieve stem in mijn gedachten. En ik ga ermee afrekenen. Nou, ze heeft succes geboekt. Ze doet fotografie, doet ze. Doet ze, geweldig. Nou, van de week waren we bij een fotograaf. En dan kun je van die hele mooie lenzen kopen, hè, die je op zo'n camera zet. Ja. En, ik vroeg zo, wat kost zo'n lens? Nou, dat willen jullie niet weten. Ga ik mij niet vertellen. Ja, die zijn nou ietsje duurder nog, 500-600 euro, 800 heb je ze. Okay. En ik zeg, heer, dat er misschien een tweedehandse ligt. En toen kwam deze man, die kwam eraan met een nieuwe lens. Die zegt, deze is die prijs. Nee. En toen zegt de heer tegen mij, en jij gaat het betalen. Toen ging er bij mij een stiepe stemmetje, die ging piekeren. Van ja, maar dan hou je straks geen cent meer over op je rekening. Dat is dat stemmetje. Dat piekenstemmetje. Ja, kijk uit. Hè, want dan ben je straks al je geld ben je kwijt. Maar laat ik mij daardoor knechten? Nee. Of laat ik dat stemmetje niet toe in mijn gedachten? Ik heb het niet toegelaten. Ik heb tegen deze man gezegd, inpakken en meenemen. Klaar. De zon schijnt vandaag. Halleluja. Ja, ik heb dat stemmetje, heb ik op dat moment het zwijgen opgelegd. Want de Heer die zegt, wie mildelijk zaait, zal mildelijk oogsten. Dus ik heb gezaaid op dat moment naar Erna toe, om haar toch deze geweldige, mooie telelens erbij te geven. Dus ik vraag jullie over 14 dagen allemaal jullie prinsessenkleding aan te trekken. En dan gaat ze jullie allemaal protesteren. En dan gaan jullie allemaal er mooi uitzien. En dan krijgen jullie mooie foto's. Want dat kan ze nu doen. Ze heeft een hele mooie... Ja, je moet wel je tanden poetsen. Ik heb geen prinsessenjurk. Nee, dat geeft niet. Dan mag een prinsje ook een prinsenjurk zijn. Oh, ja. Maar dat stemmetje... Toen wij kinderen waren... Daarom zegt de Bijbel ook wel eens... Kijk, toen wij als kind waren, dachten wij als kind, zie je vaak kinderen, zie jij kamer piekeren? Nee. Nee. Hoe kan dat? Hoe kan het dat een kind niet piekert en dat als wij volwassen worden, ja? Een kind heeft geen zorgen. Nee, een kind heeft geen zorgen. Hoe komt dat dan? Omdat een kind die leeft in de vrijheid. Daarom zegt de Bijbel ook, word weer als een kind. Om in die vrijheid te komen. Want kijk, weet je wat het probleem is? Als wij piekeren, dan heeft dat eigenlijk te maken met geen vertrouwen hebben op God. Dat heeft daar eigenlijk mee te maken. Eigenlijk heeft het er ook mee te maken met eigenlijk een beetje hoogmoedig zijn. Want dan durf ik mijn situatie, durf ik niet in de hand van God te leggen. Ja. Maar dan zeg ik op dat moment van, Heer, ik probeer het zelf wel. Dat is het. Maar we moeten niet zeggen tegen God, van God, ik probeer het zelf wel. We moeten zeggen, Heer, ik werp al mijn bekommernissen op u, want u zorgt voor mij. Halleluja. Dan wordt het een heel ander iets wat dat. Ja, dan ga je zien dat er verandering gaat plaatsvinden in jouw leven.
Dat stemmetje kan soms behoorlijk in de weg zitten. Halleluja! Goed zo! Dan moet het dat gewoon, dat stemmetje heeft geen huur betaald. Dus we schoppen het eruit in Jezus' naam. En we klappen onze deur keihard dicht. En we vergrendelen onze deur. En we zetten een bord erbij op de deur: verboden toegang. Voor negatieve stemmen. Voor negatieve gedachten. Voor negatieve mensen. Ja, we moeten ermee afrekenen. Maar dat gaat niet altijd heel erg makkelijk, hè? Soms dan kan die stem weer terugkomen. Weer terugkomen. Weer terugkomen. En hoe gaan we ermee om als volwassen mensen? Dan moeten we een volwassen aanpak gaan pakken. Dan... Pak een beetje mooi. Nou, kijk, het mooie was... Ik geloof erin dat, die twee die gasten, hè, die werden dan in de gevangenis gegooid. Paulus en Silas. Hè? En ik denk dat misschien Silas een beetje negatief was. Ja. Dus die zat naast Paulus. Nou, kom er even bij, Silas. Kom even erbij met je kruk. Kom er even bij, Silas. Kom er even naast. Ga even zitten. Kom er even bij. Nou. Oké, ga maar zitten. Ik ben Silas, jij bent Paulus. Oh, Paulus! Hoe gaan we dit nou aanpakken door Jans schuld? Doordat jij bent gaan prediken, is die vrouw vrij. En nu zitten we hier in de gevangenis. Wacht het toch, ga zingen. Oh, wil je zingen? Ik kan beter gaan janken. Nou, dan ga je janken. En dan wel op een zingende manier. Zing het janken? Ja. Dat is wel moeilijk. Jij kunt zo positief. Ga jij eens zingen dan? Doe maar. Kan je niet zingen? Nee. Paulus kan niet zingen. Mijn Paulus kan ook niet zingen. Nou, ga dan maar zitten. Ja, ik kan. Ja. Maar ik denk dat Paulus en Silas, toen ze in de gevangenis zaten, dat misschien Silas misschien eerst heel erg negatief was geweest. Maar Paulus zegt tegen Silas, hou je mond. Ga niet meer janken, maar danken. Ja. En dat ging Paulus, ik denk dat Paulus is begonnen. Ik denk het wel. Ik denk niet dat hij, ik denk dat hij zong, wij verbreken elke muur. Wij verbreken elke muur in de naam van de Heer. Ja, amen. Wij verbreken elke ketting in de naam van Jezus. Want stel je voor, hè, dat je zal zwemmen. En je zal gezond. Nee. Stel je voor, hè. Wie kan goed zwemmen hier? Wie? Allemaal. Jij kan goed zwemmen? Jij kan goed zwemmen? Ja, ik kan ook zwemmen. Jij kan ook goed zwemmen? Jij ook? Ik kan vissen niet zwemmen. Nou, dan doe ik een gewone ketting. Dan doe ik een ketting aan jullie voeten. Met zo'n enorme bal in die. Laat ik in het water plompen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan kun je wel proberen vooruit te komen. Maar het zal je niet lukken. Nou, zo sta ik ook in ons dagelijks leven. Als wij blijven luisteren naar het stemmetje. Dan zal er niks gaan veranderen. En kijk, stel je voor dat je even dingen niet kan veranderen met je financiën. Bijvoorbeeld, of met je kleding. En jullie dames zijn hier, willen jullie de hele kast vol schoenen hebben? Alsjeblieft. Ja, sommigen niet. Die zijn goedkoop. Maar stel je voor dat je toch droomt over die paar mooie rode schoenen in je kast die krijgen. Dan kun je wel eens chagrijnig worden. Zeker. Ja, zeker. Ja, daarom. Je kent het wel. Kijk, wat je niet kan veranderen, kan je beter loslaten. Kijk, stel je voor dat ik droom van een hele mooie auto. En ik kan die auto niet krijgen. Nou, dan kan ik er lekker over blijven dromen, maar dat heeft geen zin. Ik kan erover blijven piekeren, maar het heeft geen zin. Dus we moeten sommige situaties moeten we even loslaten en weer aan de Heer geven. Ja. Laat los en gij zult losgelaten worden. Losgelaten worden. Amen.
Kijk, dat is iets wat heel belangrijk is. Helaas kunnen we niet in alle onzekerheid in de vele situaties in het leven komen. Dat weten jullie al. Ik heb al een keer eerder gezegd. Maar, wat kun je eraan doen? Loslaten. En gij zult losgelaten worden. Het accepteren van onprettige gevoelens, of twijfel of onzekerheid, kunnen je helpen eindeloos te piekeren in een onzekere situatie dat het niet stopt. We kunnen eindeloos blijven piekeren. Maar als jij op bed ligt en je denkt aan jouw uries die er bijna niet zijn, ja, dan hoef je bijna niks te tellen. Maar misschien heb je wel dat je niet kan slapen en dat je allemaal schapen voorbij ziet komen. Bijvoorbeeld een schaap van machteloosheid. De volgende schaap van, jongens, ik heb niet genoeg kleding in mijn huis. Kan ook zo zijn. Of mijn kinderen die werken niet zo goed mee. Of een schaap van problemen. Een schaap van lichamelijke problemen, emotionele problemen. Ik zal zeggen, ga niet de schapen tellen, maar ga naar de herder. Herder. Juist. Ga naar de herder. Halleluja. De situatie accepteren betekent niet dat je de situatie leuk vindt. Accepteren betekent dat je niet eist dat de situatie anders moet zijn. Accepteren is niet hetzelfde als opgeven. Acceptatie zorgt ervoor dat je alle aspecten van de situatie onder ogen durft te komen, maar ook aan Jezus te durven te geven. Kijk, we moeten niet onze kop in het zand steken, hè? Nou, is het niet, dan moet je je nek weer wassen. Maar we moeten niet weglopen van onze situatie, maar je moet gaan kijken, wat kan ik aan deze situatie doen? Toen ik hiermee bezig was, toen kwam ik eigenlijk op het leven uit van Job. En ik kwam maar uit op het leven van David. Ik geloof erin dat toen Job, die had het geweldig allemaal voor elkaar. Hij had alles in zijn leven. En toen raakte hij alles kwijt. Ik denk dat Job best een moment heeft gehad van piekeren. Ik denk dat Job best een moment heeft gehad dat hij heeft gejankt. En ik denk dat Job echt wel een moment heeft gehad dat hij in zakkenas zat. En dat staat ook in de Bijbel. Hij zat in zakkenas. Dus hij heeft er echt een vuur gestookt en heeft al die as over zich heen gegooid. Hij liet echt zien van, nou jongens, het kan mij niks meer. En ik denk, we hebben allemaal wel eens zo'n moment in ons leven. Dat we in zak en as zitten. Als ik kijk naar het leven van David. Dan weet David, die weet zeker de hoogtepunten in zijn leven. Maar ook zijn diepe punten. En ik denk dat David ook best wel eens een nacht wakker heeft gelegen. En dat hij zich heeft afgevraagd, hoe moet ik nu verder? Ja, toch? Denk ik wel. En dat geeft niet. Maar het mooie is, David, die beschrijft in Psalm 46, een vaste burcht is onze God. Ja? En die weet, ook in de momenten van tijden in nood, dat er toch die bescherming is van God. Hij weet, in de moeilijkste omstandigheden blijf ik altijd de hulp vertrouwen van God. Ook als ik angst heb. We denken altijd dat angst een heel negatief woord kan zijn. Toch? Ja, denk ik vaak. Maar zet je angst dus om in lef. Draai het eens een keer andersom. Dat je zegt van, ik laat me niet meer knechten door mijn angst.
Maar ik ga nu het angst omzetten in positieve daden om God te kunnen dienen. Ja, ik zorg ervoor dat ik mijn angst meester word. Hè, ik denk dat, David, die heeft best mensen meegemaakt in zijn veldslagen van angst. He, dan moet je voorstellen, dat gaat tegenwoordig gaat met allemaal moderne wapens, met allemaal moderne kanonnen. En dat je weet, oh, daar is de vijand, pssst, klaar. Maar vroeger moest je echt een vent zijn, in lef hebben, want het was met een mesje of met een bel, ging je die handen tegemoet. Je had geen pistool. Het was met de blote vuisten, op de vuist, met de vijand. Ja. Daar moest je lef voor hebben. Dus ik denk dat er heel veel mannen, toen in die tijd, ook bij Joshua, dat ze best wel angstig waren. He, en ik denk dat Joshua ook in tijden van nood heeft geschreeuwd tot de Heer. Van Vader, help mij uit deze angst. Help mij uit deze nood. En wat gebeurde er? God veranderde hun situatie in een situatie van overwinning. Amen. En dat moeten wij ook weten. Van, hoe gaan we ermee om? De Almachtige Heere is met ons. De God van Jacob beschermt ons. Amen. En hij heeft het gedaan en hij blijft het doen. Kijk, als God jou vorige week mee heeft geholpen. Annie heeft nog een getuigenis straks. Ja, ze was het ook vergeten. Maar van de week heeft de Heer heeft Annie geholpen. En als je weet dat God jou geholpen heeft uit een benarde situatie, blijf God dan in alles vertrouwen. En dank hem alvast voor de toekomst. Ja, want dat zal verandering brengen. Wat ik wil zeggen is, zorg ervoor dat je die negatieve gedachten die jij in je hoofd hebt, om die te stoppen. In de naam van Jezus. En we hebben allemaal wel eens een keer die negatieve gedachten, hebben we allemaal wel eens een keer. Maar op dat moment, als ik die negatieve gedachten heb, dan kijk ik naar mezelf in de spiegel. Of ik zeg tegen mezelf, Hans, ik geef jou nu een commando in de naam van Jezus. Op deze negatieve gedachten moeten wijken. Ze moeten wijken uit mij in de naam van Jezus. Nou, ik geloof er best in dat ik best wel eens momenten heb gehad dat ik angst had. Ja, nou, tandarts bijvoorbeeld, dan ga je niet fluitend heen. Nee, maar ik deed wel. Dus ik zei tegen hem, als hij mij riep, meneer Blauw, zei ik, wacht even. Want ik ga fluiten naar de tandarts. Want ik laat mij niet regeren door mijn angst, door mijn situatie. Maar ik laat me regeren door de kracht van God die in mijn leven is. Amen. Dus negatief denken is een grote struikelblok voor het eerste geluk en succes. Wist je dat? Dat is gewoon zo. Het is zo'n enorme struikelblok. Ja, het is net als het zwemmen, hè, waar ik het even over had. Ik zal even doorgaan. Het is net met het zwemmen met een ijzeren ketting om je been. Nou, probeer het maar eens even. Willen jullie van de week allemaal zwemles geven? Krijgen jullie die ijzeren ketting om je been? En dan ben je bijna aan de overkant en dan rob ik je weer met een rotgang terug. Juist. Ja, maar zo is het wel, hè. Zo kunnen negatieve gedachten in je leven zijn. Maar we moeten ermee afrekenen. Ja, we moeten zeggen, ik wil de overkant wil ik behalen. Ja, of kost het mij ook enorm veel spanning of moeite. En in sommige situaties zou je zeggen, het drukt mij misschien niet. Maar als je merkt dat jij je doelen gesteld hebt op de Heer, dan zal je onwankelbaar zijn. En wat ook het liedje zegt,
wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion, die niet wankelen, ja, nog vallen zal. Dus een berg, heb je ooit een berg zien vallen? Nee. Nee. Heb je ooit een berg zien wankelen? Nee. Nee. Nou, zo kunnen wij ook in ons dagelijks leven zijn, dat we niet hoeven te vallen en niet hoeven te wankelen, maar dat we doorgaan. Het grootste struikelblok op je weg naar woorddoorbraak is toch nog weer het negatief denken. Ja, je hebt geen mogelijkheden, zie je, slechts beperkingen. Ja, je denkt dat je niks kan veranderen. Maar één ding weet dat. Dat steden zijn niet opgebouwd door negatief denken. Bedrijven zijn niet opgebouwd of gestart vanuit negatief denken. Stel je voor dat ik een relatie zal hebben en ik zal negatief denken over die vrouw. Start ik dan een relatie met die vrouw? Nee. Dus wat is belangrijk in je leven, is te zorgen dat die struikelblokken op mijn weg verwijderen en dat ik ga voor de doorbraak. Ja, we moeten op weg naar doorbraken. Als ik kijk in heel veel bedieningen vandaag aan de dag, dan hebben ze heel veel struikelblokken, maar geen enkele doorbraak. En waarom hebben ze geen doorbraak? Omdat ze geen missie, visie hebben en dat het niet geboren is vanuit God. En dat is vaak het probleem. Kijk, toen ik Erna leerde kennen, toen wist ik na 3 dagen dat het mijn vrouw werd. Denk je dat het makkelijk was? Nee, dat ken ik beslist. Maar ik was ook niet een van de makkelijkste. Maar God, je had een plan. En die had een toekomst. Dus ik moest zorgen dat ik mijn struikelblokken op mijn weg, dat ik die verpulverde. En hoe verpulver je dat? Hoe zou je dat kunnen verpulveren? Positief denken. Door het te doen. Dingen, situaties onder controle en het doen. Negatieve gedachten eruit pensioenen in de naam van Jezus, want het is de duivel die jou constant herinnert aan jouw verleden. Herinner hem maar aan zijn toekomst, zou ik zeggen. En hij heeft een geweldige toekomst. Ja. Ja, amen. Consequenties van negatief of positief denken. Wat zou de consequentie kunnen zijn als je positief denkt, Herma? Dan blijf je vrolijk. Dan blijf je een vrolijke noot. Ja, dan blijf je zingen. Oké. Okay. En dan zie je alles positief in. Consequentie van? Ja? Dan gaan dingen ook lukken als je positief blijft denken. Juist. Ja. Door de thee. Je weet het niet. Als ik negatief zal denken, stel je voor, ik denk op een gegeven moment van ja, ik wil een vliegbuffet halen. Maar ik denk bij mezelf, ik ben hartstikke dom en ik zal het niet halen. En ik stort neer. Juist. Maar ik kan ook denken van weet je wat, ik ga het proberen. Ik ben zeker niet dom. Ik ben zeker niet een van de domste mensen. En het zal mij gaan lukken. En ik ga ervoor. Dan ga je ervoor. En dan zal je het gaan behalen. Er was eens een keer een oude man. En deze oude man was 60 jaar. En hij had 1 wens. Had hij in zijn leven. En weet je wat voor wens? Dat hij wou professor worden. Hij wou professor worden in biochemie, in de chemie, daar wou hij. En iedereen waar hij bij kwam, ha 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 ha, wat een man zeg!
me lukken. Als iemand tegen jou zegt, het lukt jou niet. Dan ga je het wel tegen in. Dan mag je de heer prijzen, dan ga je juichen. Dan zeg je, yes! Het gaat mij activeren. Want ik ga het nu doen. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, er zijn sommige mensen die waren vroeger ook heel erg negatief naar mij toe. Ja. Nou, prijs de heer ervoor, want ze hebben mij geholpen. Niet van de wal in de sloot, maar van de sloot op de wal. Ik zat in de sloot. Ik zat in de shit. Maar doordat zij zo negatief naar mij toe waren, ben ik langzaam die wal opgekropen. En dan had ik zoiets van, hé, ik kan het wel. Goh, ze hebben gelogen. Wel, wie zal dat liegen naar jou toe? En tegen jou, dat stemmetje, wie zal het zeggen tegen jou? Dat ken je niet. Juist. En die werkt door heel veel mensen heen. En deze oude man ook, ik ga even door. Iedereen die zei dat tegen hem, je kan het niet. Die oude man zegt, wat, ik kan het niet. En er waren er nog een paar die hadden een excuus. Ja, maar je hebt een bepaalde leeftijd nodig om je in te laten schrijven bij de universiteit. En hij zegt, wat is dat voor onzin? Ik ga ervoor. En hij is zich in laten schrijven als student bij een universiteit in Utrecht. En hij was een van de oudste studenten. En hij was 80 jaar, toen werd hij gepromoveerd als professor van de chemiekunde. Halleluja. Deze man, hij had zoiets van, ik laat mij niet, nimmer laat ik mij uitschakelen. Ik ga ervoor. Amen. Wat wil jij? Wat wil jij bereiken in jouw leven? Ga je negatief profiteren over jezelf of positief? Want er zijn allemaal profeten, hè? Ja. Als ik tegen mezelf zal zeggen, ik kan het niet, dan profiteer ik dat over mijzelf. En dan zou ik het ook niet kunnen. Maar als ik profiteer op mezelf van Hans luister, je kan het best wel, dan gaat de Heer daar iets mee aan de slag. En daarom is negatief denken een zelfvervulde voorspelling die meestal uitkomt. Wow! Ja? Waar kijk je naar? Door welke bril kijk je heen? Is het een positieve bril? Of is het een negatieve bril? Juist, amen. Kijk, als jij weet wat jouw toekomst is. Kijk, sommige mensen die denken dat de duivel de toekomst kan voorspellen. Hè? Dat denken sommige mensen. Die hoor je dat zeggen. Hè? Ja, de duivel die heeft, of die en die heeft mij de toekomst voorspeld. Ja. Als de duivel jouw toekomst weet, dan had hij Jezus niet gekruisigd. Ja, maar hij was zo stom, want hij wist het niet. Ja, hij is een beetje dom af en toe, zegt Max nou ook. Hè. Ja. Hij was een beetje dom. Een beetje dom. Juist. Steeds verbaasd te staan als ze geen positief resultaat halen. Sta je verbaasd van jezelf dat je negatieve dingen hebt behaald of positieve dingen? Noem eens een lijstje op van jezelf wat je hebt bereikt in je leven wat positief was. Bij jezelf. Nou, Doortje, auto, eigen huis. Henk, een mooie relatie. Mooi gezin. Ga zo maar door. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Je hebt zoveel dingen om dankbaar te zijn. Ja. Maar we denken vaak eerst aan het negatieve. Voordat we ons gaan uitstrekken naar het positieve. Maar ik denk dat de Bijbel spreekt over strek je uit. En word verlicht. He, want de gunstbewijs van God is over jou. Dat is een heel ander iets is dat. Ja, dat zal je denken zo veranderen.
We moeten die sloophamer, een sloophamer die maakt gebouwen kapot. Hè? Dat zie, heb je wel eens dat gezien? Zo'n enorme kraan met zijn bal erop. Sloopkogel. Hè? Sloopkogel. Juist. Hè? En dan is het kaboom. Nou, zo gebeurt het eigenlijk ook in ons dagelijks leven. Dat soms probeert de duivel te komen met die enorme kogel om te zeggen tegen jou kaboom. Maar dan zeg je, luister duivel, de Heere is mijn schutse en mijn schild. Voor wie zal ik vrezen? Voor niemand. Want ik hoef niet bang te zijn. Want ik heb reeds die overwinning heb ik in mij. Amen. Waarom is het zo moeilijk om negatieve gedachten te doorbreken? Wat denk je? Hoe zou je die negatieve gedachten kunnen doorbreken? Door te kijken wat je in het verleden wel hebt gedaan. Wat je wel hebt gehad, wat je wel kan. Ja? Je kan zoveel meer. Alleen, wat hebben de mensen jou wijsgemaakt? En wat heeft de duivel jou wijsgemaakt? De duivel maakt je heel veel dingen wijs. Hij maakt je niet wijs hoor, zeker niet. Hij houdt je heel dom. Maar je denkt dat je wijs bent. Ja. Zegt hij ook tegen jou van, nou, vertel maar op mij. Zal zeker goed komen, negatieve gedachten. Je hebt het al zoveel jaar. Er zijn soms mensen bij die 15, 20, 25, zelfs 30, zelfs 40, zelfs 60 jaar in diezelfde angst blijven steken. Er was ook een oude vrouw. En deze oude vrouw, ik begin even, ze was 22 en ze trouwde. En op een gegeven moment, s'nachts, lag ze met een liefdallige man, lag ze op bed. En ze stoot Jan uit. En ze zegt tegen Jan, Jan, ik heb het gevoel en de gedachte dat er een inbreker beneden is. Oh ja. Jan, ga naar beneden toe. Je kan niet moppelen, hè? Ja. Juist. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze 60 jaar getrouwd. En op één nacht, dan hoort ze weer iets. Ze stoot Jan aan. En Jan denkt voor de zoveelste keer, dit is weer mijn vrouw, die denkt dat. En hij loopt naar beneden toe. En dan komt daar een inbreker uiteindelijk tegen. En hij is zo blij met deze man. Hij zegt, weet je, mijn vrouw die heeft hier 60 jaar op gewacht op jou. Je mag alles meenemen. Als je haar maar even de hand wil schudden. Deze vrouw, ze had eigenlijk een psychiatrische aandoening. Ze werd eigenlijk 60 jaar werd ze geterroriseerd door angst in haar leven. Continu. Ja, wat was deze man blij dat er uiteindelijk die inbreker er toch een kick was. Maar we moeten ons daar niet door laten leiden. We moeten die gedachten doorbreken. In de traditionele psychologie werd optimisten gezien als een afwijking. Nou, dan wil ik graag deze afwijking wil ik dubbel hebben. Ik ben een optimist, dat ben ik zeker, of niet Erna? Ja, amen, prijs de Heer ervoor. En ik ben blij dat ik een optimist ben. Ik ga niet mijn kop in het zand steken en al die dingen meer, daar ga ik niet moeilijk over doen. Waarom zou ik het moeilijk doen als ik het makkelijk kan doen? Ik sta liever voor een verrassing van optimisme als dat ik het niet sta. Amen. Hoe kun je beginnen met positief denken? Waar concentreer jij je op? Wat is sterker? Wat is sterker? Kijk, de Bijbel
die zegt, ik ben een medicijn. Toch? Mm-hmm. Nou, als het woord van God, dat staat in, ergens in de spreuken, staat dat ik ben een medicijn voor uw vlees. En voor uw gebeente, voor u. Dus daarin zie je gewoon dat God een medicijn is. Het woord van God is als een medicijn. Dus als je angst hebt, of je wordt geterroriseerd door negatieve gedachten, door negatieve invloeden, wat ga je doen? De tegeningang, de aanval inzetten. We gaan blazen op de bezak. We gaan onze zwaard gaan we scheppen. En we zeggen tegen de duivel, kom maar eens even hier. Ik ga niet met je eten. Strijd met het woord van God. Juist. Strijd met het woord van God. Dus als je zin krijgt in die peuk, die sigaret, dan zeg je op een gegeven moment zo, Satan, ik verlustig mij niet in koning nicotine, maar ik verlustig mij in de Here. En, geweldig, voor die pier. Want die heeft de Heer geschapen. Dus dan ga je een peertje eten. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik zie er ook uit als een peer. Maar begrijp je wat ik bedoel? We moeten, wat jij denkt, dat staat in de Bijbel, ergens in de spreuken, zodat een man is in zijn hart, zodat hij denkt, zo is hij. Wat zit er in je hart, hè? Wat gaat er in je hart rond? Kijk, ik zeg wel eens, van ik laat geen vogelnestje bouwen in mijn hart. Dus dat houdt in, van als ik met één van jullie eens een keer ruzie zal hebben, nou dat heb ik af en toe met Herma. En met Ilse. Maar dan zorg ik ervoor dat ik het weer goed maak. Dan zou ik ook zeggen, sorry, pardon, vergeef mij. Of met een andere broeder of zuster, of met een andere situatie. Of ik ben een keer boos op mezelf. Of boos op mijn computer. Of boos op mijn auto. Kan ook, hè? Ja. He, maar ik zorg ervoor dat ik daarmee afreken. He, ik concentreer mij niet op mijn situatie. Maar ik concentreer mij op God. En alles wat Hij is, wat Hij doet in mijn leven. En als jij je gaat concentreren op God, in plaats van op je situatie, dan zal je dat heel veel dingen gaan opleveren. Hè, kijk, wat kunnen we doen? We kunnen onze gedachten, moeten wij verzetten. Hè, dat is gewoon wel belangrijk. Hè? De Bijbel zegt, word vernieuwd in en door uw denken. Dus als wij negatief denken, dan is onze gedachte, moet vernield worden. Moet er een verandering in mijn gedachte plaatsvinden? Hoe gaat er een verandering plaatsvinden? In één dag? Binnen 24 uur? Nee. Hoe lang duurt het voordat ik een situatie onder de knie zal hebben? Wat denk je? Hoe lang zal het duren dat ik mijn gedachte heb gefocust en dat die veranderd is? Als ik er elke dag mee bezig zal zijn, elke minuut van de dag, dan duurt het ongeveer 3 maanden, 90 dagen, maar dan zal je na 90 dagen zal je succes boeken. Want dan zal je weten, ja, want die gedachte, die negativiteit, is soms sterker als de positieve gedachte in ons. Dus daar moeten we mee afrekenen. Ja. Maar jij kan het, als jij het wil. Het is aan jou, wat doe je ermee? Wat het denken oplevert, als jij je denken aan God geeft. Wat denk je? Wat zal het opleveren? Ben ik bereid om te geloven dat ik mijn denken onder de heerschappij van Jezus zet? Stel je voor, je hebt jaren energie gestoken in negatief denken.
Nou, dan zou ik energie willen steken 3 maanden in positief denken. Is toch makkelijker? 15 jaar in depressie of 3 maanden te zo zorgen dat ik positief ga denken en dat ik de gedachten dat ik die ga maken als krijgsgevangene onder de heerschappij van Jezus. Dus elke keer vertellen aan de duivel dat hij een geweldige grote leugenaar is. Ja, maar daarom wordt hij ook de vader van de leugen genoemd. Dus hij probeert bezit te maken van jou, dat jij gaat geloven in een leugen. Maar als we weten dat we de vader van de leugen moeten wederstaan in de naam van Jezus, dan zal je gaan zien dat er andere dingen gaan gebeuren in je leven. Kijk, waarom willen sommige mensen een andere gaan kopiëren? Waar denk je dat? Omdat ze zelf geen eigen identiteit hebben. Als sommige mensen jaloers zijn op een ander, heeft dat vaak te maken dat ze zelf geen identiteit hebben en dat ze niet weten hoe ze vooruit moeten. Maar God die heeft jou persoonlijk ook een leven beloofd in overvloed. Een overvloedig leven. Als ik kijk naar Jeremia 29 vers 11. Dan zegt daar Jeremia. Dat God heeft jou een leven beloofd in. Nou. Een goede toekomst. Een hoopvolle toekomst. Dus. Gelukkig. Nee, ik ga negatief denken. Zuster Ilse is een glas water vergeten. Ze houdt niet van mij. Ja. Maar God, die heeft een hoopvolle toekomst voor jou. Wanneer komen die negatieve gedachten bij jou op? Wanneer? Ik weet gewoon dat ik heb het ook hoor, als ik een beetje natzagrijnig ben, ik ben een beetje moe. Dan komt de duivel, die komt om de hoek. Ja, bij Jezus ook. Jezus, toen hij de 5 dagen daar in de woestijn was, toen kwam hij niet. Maar na 40 dagen, toen had Jezus zo'n honger. Dat toen kwam pas de duivel naar hem toe, want toen wist hij op momenten van zwakheid. Halleluja. Dankjewel, ja. Op momenten van zwakheid zal de duivel bij jou komen om jou op dat moment onderuit te halen. Ja. Dus. Kijk, wat ik wel eens doe, is af en toe een schoonheidsslaapje. Ja. Ja, schoonheidsslaapje. Dan zorg ik ervoor dat ik niet moe ben. Want als ik moe ben, kan ik chagrijnig worden. Kan, word niet. Ik zeg, kan. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we elke keer waken in ons leven om ons die rust niet te laten roven. Moeten we er zo voor zorgen. Dus stel je voor dat je iemand naast je hebt die jou helemaal negatief leegzuigt. Dan moet je ervoor zorgen dat je die persoon even gaat demmen. Dat kan, ja. Dat is gewoon iemand zo. Zo op die manier. Ja, ik ga even terug. Nou, dat wil ik meer. Geeft niet. Ik ga even de volgende erbij pakken. We pakken naar Matthäus 6 erbij. Matthäus
Matthäus 6, vers 25 tot en met 30. Ja, heb je zwaard bij je? Wie wil het voorlezen? Matthäus 6, vers 25 tot en met 30. Ja, vers 25 tot en met 30. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? Wie van u kan door bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige. Amen. Dus wat ik ook jou meegeef vandaag, is het volgende: laat elke controle in je leven en elke bezorgdheid laat die los. En geef het gewoon aan de Heer, waar je ook doorheen gaat, want dan zal je zien dat Hij een voorziener is in jouw nood. Dat als jij tot hem vraagt in zijn naam, dan zal Hij jou geven. Dan weet je dat Hij een goede vader is, die zijn kinderen altijd te hulp komt. Als God voor zijn dieren zorgt, voor zijn mussen, zal hij dan niet voor jou zorgen? Dus dan kun je al die dingen waar je mee zit, ook de dagelijkse problemen met je kinderen, met je man, met je vrouw of met je familie, kan je loslaten, want je kan tegen de Heer zeggen: Vader, ik vermag alles in u die mij kracht geeft. En niet vanuit mezelf, maar vanuit uw identiteit. En dat in de naam van Jezus. Amen. Amen, amen, amen.